Hoi allemaal, ik ben Marije en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video, al zeg ik het zelf. Ik heb namelijk een shoplog haul iets van een lange tijd. Ik heb voordat ik op vakantie ging dingen gekocht. Ik heb op vakantie dingen gekocht en toen ik terugkwam heb ik ook wat ontvangen. Van onder andere Primark, Double Agent, Stradivarius, buitenlandse winkels. Dus ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En blijf vooral kijken. Als eerste waar ik eigenlijk het meest excited over ben is een horloge. En ik mocht van een webshop genaamd Daniel Wellington een horloge uitkiezen. Ja, ik mocht er één uitkiezen. Dus ik heb hem niet zelf gekocht. Maar ik spreek er gewoon heel eerlijk over. Ik ben er echt heel blij mee. Ik vind hem heel erg mooi. En ik heb ook nog wat leuks voor jullie. En dat is een kortingscode. En die zal ik jullie even hierna geven. En daar staat ook in de beschrijving. Maar ik zal eerst even laten zien wat ik heb uitgekozen. En dat is een horloge. Duh. En hij zit in dit hele mooie doosje. En hier zit het logo op, Daniel Wellington. Dit is het horloge en hij is super mooi. Hij is blauw met een wit streepje doorheen. Heel simpel, dus dan kan ik hem eigenlijk overal wel bij dragen. En zilver. En ik vind hem echt heel erg mooi. Het is gewoon een hele goede kwaliteit. En ik ben er echt heel erg blij mee. En de kortingscode, dat is Marije. Heel simpel. En daarmee krijg je 15% korting op je aankoop. En stel je bent binnenkort jarig en je wilt een horloge. Of je wilt er gewoon één kopen. Dan kan je die kortingscode gebruiken als je dat fijn vindt. Het hoeft niet, maar het is wel handig. En de kortingscode staat in de beschrijving. En die is geldig tot en met 15 september. En het horloge wat ik heb uitgekozen heet... Want ze hebben allemaal een naam. Dus misschien als je deze wil. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Maar hij heet Classic Glasgow Lady. En ik vind hem gewoon heel erg mooi. Dus deze. Als eerste laat ik even zien wat ik bij de Double Agent heb gekocht. En kunnen we even een moment nemen voor hoe leuk deze tasjes zijn. Wat ik bij de Double Agent heb gekocht is een broek. Het is gewoon een hele simpele high-waisted spijkerbroek. En hij is heel lang. En deze was afgeprijsd van 35 euro naar 18 euro. Dus deze heb ik meegenomen en ik ben er heel erg blij mee. En dan ga ik verder wat ik bij de Stradivarius heb gekocht. Als eerste heb ik iets gekocht wat ik waarschijnlijk als pyjama shirt ga gebruiken. Het is dit shirtje, lange mouwen, heel simpel, maar de stof is echt heel lekker zacht. En deze was afgeprijsd van 10 euro naar 3 euro, dus waarom zou ik hem dan niet meenemen? Dan heb ik nog een ander shirtje gekocht en dat is dit topje. Hij is heel simpel, wit, met de V-hals en het is een crop top. En ja, hij schijnt een heel klein beetje door, maar dat vind ik niet zo heel erg. En deze was 8 euro. Dan heb ik nog een shirtje gekocht. Dit is het laatste shirt wat ik daar heb gekocht. En dat is dit korte mouwen shirtje met Daydream Believer erop. En ik vind hem heel erg leuk. Hij zit heel lekker. En hij is gewoon heel simpel, wit met de rode mouwen. En deze was 6 euro. Dan iets waar ik heel lang naar op zoek was. En dat is deze soort van t-shirt dress-achtig iets. Ja, volgens mij is het niet echt een t-shirt dress, maar het ziet eruit als een t-shirt dress. En deze was 12 euro en hij is gewoon heel simpel, korte mouwen met streepjes en hij ziet echt super lekker. Dan heb ik bij de Stradivarius ook twee shortjes gekocht en als eerste dit shortje. Ja, hij is heel simpel, zwart met soort van bloemetjes erop en deze was 10 euro. En als laatste shortje heb ik dit spijkershortje gekocht en hij heeft een beetje van die gaten erin. En wat ook wel leuk is, is dat hij bij de zakken steentjes heeft. Dat vind ik ook wel grappig. En deze was 20 euro. En als laatste wat ik bij de Stradivarius heb gekocht is ook iets wat ik echt heel erg leuk vind. En dat is een trui. En dit is zo'n... Hij is rood, beige, blauw. En deze was afgeprijsd van 23 euro naar 6 euro. Dus dat was nog meer reden om hem mee te nemen. En hij zit heel lekker. En het is gewoon een heel lekker stofje. Dan de Primark. En daar heb ik ook wel dingen gekocht voordat ik op vakantie ging. Omdat ik nog wat dingen nodig had. En dat zijn onder andere slippers. Open schoenen. Want die had ik nog niet. En ik heb als eerste deze gekocht. Ja, ze zijn heel simpel. Zwart. En met allemaal zilveren diamanten steentjes. En deze waren 6 euro. En toen ik deze zag, zag ik ook nog andere. En dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen met een ander printje. Het is deze. Wow. Het is deze. Met paars en blauw marble-achtig. En deze waren ook 6 euro. Dan heb ik iets gekocht waar ik ook heel lang naar op zoek was. En het was een leren jasje. En toen zag ik bij de Primark dit jasje hangen. Heel simpel, zwart. Nepleer natuurlijk. En deze was 16 euro. Dus ik dacht, dan neem ik die gewoon mee. En dan heb ik een leuke. En hij zit heel lekker. En hij zit mooi. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En als laatste had ik voor op vakantie nog twee bikinis nodig. Dus ik heb twee bikinis gekocht bij de Primark. Als eerste een hele simpele zwarte. Dit is de voorkant. En het leuke is dat hij aan de achterkant
zo'n driehoekspatroon heeft met allemaal van die touwtjes. En het leuke is, het broekje heeft dat ook, alleen die schijnt natuurlijk niet door. Heel simpel zwart broekje met ook zo'n tribal doorschijnend ding. En volgens mij was het broekje 5 euro en het topje 7 euro. Als ik het goed zeg hoor. En dan heb ik nog een andere bikini gekocht. En heel veel mensen op Instagram vroegen waar deze vandaan was. Hij is dus van Primark. Het broekje, dat is deze. Die is high-waisted. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En nou ja, deze heeft ook een beetje zo'n marble print. Met allemaal kleurtjes. En het topje vind ik heel erg leuk. Want het is een beetje een, hoe heet het ook weer? Triangle-achtig iets. En hij zit echt heel erg lekker. Er zitten wel beugels in. Als je dat niet fijn vindt, zou ik hem niet kopen. Maar ik heb er echt totaal geen last van. Hij zit heel erg lekker. Heel veel gedragen. En het broekje was ook 5 euro. En het topje 7 euro volgens mij. En dat was alles wat ik had gekocht op vakantie. Voor de vakantie en na de vakantie. En als je het nou leuk vond, kan je nog even een duimpje omhoog doen en abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag. Doei!